Ondanks de vrieskou was het zweten geblazen voor de aanwezige spelers op de training van dinsdagochtend. Luc van Agt had de pionnetjes en paaltjes zorgvuldig uitgestald en dus werd er lekker explosief gewerkt. En zo was iedereen warm voor het vervolg van de training die uit korte partijspelen zou bestaan. Daar zijn ballen voor nodig, Johan vist ze uit het bos. De doelen worden tegenover elkaar gezet. En dan kan het beginnen. Steeds partijtjes van 3 minuten, een minuutje rust daartussen. En ook dit was dus kort, maar fel werken. Hier Marcelo met een knap doelpunt, zou je niet verwachten van zo'n verdediger. Zo'n subtiel balletje, maar Titon is geklopt. En Wit zou sowieso in die eerste paar partijspelen de bovenliggende partij zijn. En Zakaria Labiat had het op zijn heupen. Hier met het hoofd. Ondanks die muts knikt hij hem knap binnen. En hier zet hij aan voor een individuele actie. Gaat Manolev voorbij. En dan opnieuw Titon gepasseerd. En zo Labiat dus de man in vorm. Maar toen moet Jetro Willems gedacht hebben, wat Labiat kan, kan ik ook. Hier krijgt hij de bal van Titon. De aanname. Hij ziet Sinou voor de goal staan. Het stiftje in de kruising. Prima doelpunt van de linksback van PSV. Die daarna liet zien dat die goal geen incident was. Hier opnieuw Titon die inspeelt. Op Willems. Die krijgt iets te veel ruimte van Timothy de Rijk. Opnieuw een boogballetje en opnieuw is Sinou verschalkt. Donderdag zijn alle internationals weer terug in Eindhoven. En kan de voorbereiding op de Graafschap echt beginnen.